Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Minister Ramdin geeft resume VN-missie. President Santokki, eerste Surinaamse staatshoofd bij Council of the Americas. Oktober, bewustwordingsmaand voor mentale gezondheid. DC Bolla geeft update over aanpak historische binnenstad. En renovatiewerkzaamheden Klarkenschool aangevangen. President Chandrika Prasad Santokki, die de 78ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft bijgewoond van 19 tot 22 september 2023, heeft met verschillende wereldleiders bilaterale gesprekken gevoerd over de uitvoering van Agenda 2030 en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het staatshoofd richtte zich vooral op acties die moeten worden ondernomen tegen klimaatverandering in ons land. In een vraaggesprek met de communicatiedienst Suriname geeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking een resume van de VN-missie. Het is elk jaar dat we de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties houden. In september elk jaar en altijd in New York. De Verenigde Staten is eigenlijk een wereldorgaan dat alle landen bij elkaar brengt. Dat betekent wel dat dit de beste gelegenheid is om als president, als staatshoofd hier aanwezig te zijn, om een aantal redenen. Eén, het biedt de mogelijkheid om je visie, je standpunt, kenbaar te maken aan de wereldgemeenschap. Iedereen heeft er aandacht voor. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om bilaterale gesprekken aan te gaan, welke de president ook heeft gehad met verschillende landen. Ten derde is het ook een mogelijkheid voor andere organisaties om meetings aan marge van de Algemene Vergadering te houden. Er zijn verschillende subsummits hier gepland op het stuk van klimaat, op het stuk van financiering, van ontwikkeling van landen. Maar er zijn hele gespecialiseerde summits ook waar dan de technici aan meedoen. Dus dit is het moment waarop de wereld bijeenkomt. 1 week lang zeker, maar eigenlijk de hele Algemene Vergadering duurt veel langer. Bijna 2 maanden als je alle meetings erbij zou nemen. Maar dit is de week waar een ieder komt, naar elkaar luistert, kritische opmerkingen maakt, zoals de president vanmorgen gedaan heeft. Er zijn verschillende belangrijke summits die eigenlijk aan elkaar gerelateerd zijn. Uiteindelijk waar de Verenigde Naties voor staat, is om vrede en veiligheid te garanderen, ontwikkeling, dus een goed inkomen, een goed leven voor een ieder te realiseren. En in dat verband zijn de Sustainable Development Goals enorm belangrijk. Dat zijn de duurzame doelen die gerealiseerd moeten worden om een vreedzame, goed ontwikkelde economie en samenleving op te bouwen. Dus de SDG Summit was in dat verband. De president heeft aangegeven, heel nadrukkelijk, en dat is een praktische situatie, een realiteit in veel landen, niet alleen voor Suriname, is de SDG Goals vragen om een structurele, beleidsmatige aanpak van verschillende zaken. Bijvoorbeeld watervoorziening in het hele land, bijvoorbeeld armoedebestrijding, toegang tot onderwijs, kwalitatief goed onderwijs, energie, productie op basis van milieuvriendelijke technieken. Dat zijn een paar van de SDG's die zijn genoemd. Nou, die SDG's in beleid omzetten, dat is in Suriname gebeurd. Ons meerjaren ontwikkelingsplan heeft alle SDG's vertaald in specifieke maatregelen. Maar om dat te kunnen uitvoeren heb je geld nodig. En u weet, kapitaal is een probleem, ontwikkelingsfinanciering is een probleem in Suriname. Onze inkomsten zijn minder dan wat we uitgeven. Daardoor krijg je ook een begrotingsgat. Nou, er is veel werk gedaan sinds we aangetreden zijn om het gat te verkleinen. En dat is ook gebeurd, maar het is nog steeds onvoldoende. Maar tegelijkertijd, in ons eigen land, hebben we verschillende momenten gehad waarbij we problemen hebben gehad.
die niets te maken hebben met ons eigenlijk. Klimaatverandering, de verschillende overstromingen. We zien duidelijk onze kust duidelijk aangetast worden. We verliezen vruchtbare landbouwgrond. We hebben ook een situatie gehad waarbij vanwege COVID-19 verschillende bedrijven niet meer op hetzelfde niveau zijn opgestart. En dus niet meer diezelfde inkomsten kunnen genereren. Het creëert eigenlijk werkloosheid. Verschillende bedrijven zijn kapot gegaan, hebben moeten sluiten. Dat proces is nog niet helemaal hersteld. Toerisme is minder geworden, alhoewel het nu veel beter begint te worden in Suriname. Het belangrijkste is dat de leefbaarheid is aangetast. Niet alleen door het hervormingsprogramma, wat we hebben doorgevoerd om een gezonde economie in Suriname op te zetten. Maar ook vanwege bijvoorbeeld de crisis in de Oekraïne. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft veel veroorzaakt in de wereld. Ook in ons land zien we hoge importinflatie. Dat betekent dat de prijzen behoorlijk hoog zijn geworden. Ik schat dat bijna de helft van de inflatie die we in Suriname hebben, of misschien meer, veroorzaakt wordt door zogenaamde importinflatie. Daar kunnen wij niks aan doen. We zien dat de kosten om goederen naar Suriname te transporteren enorm hoog zijn geworden, de containerkosten. Dat heeft ook een effect op de prijs. En daarnaast zien we ook natuurlijk dat de wereldmarktprijs voor olie aan het stijgen is. En daardoor krijg je benzineprijsverhogingen. Allemaal zaken waar wij geen invloed op hebben. Dus een regering die verantwoordelijk is, moet dan bepaalde keuzen gaan maken. En dit is wat de president heeft aangegeven. Hou rekening mee dat er probleemsituaties zijn waar we toch moeten afwijken van de SDG's. En daaraan geld moeten besteden. Dat hebben wij in Suriname gedaan. We hebben salarissen verhoogd. We hebben sociale voorzieningen verhoogd. We hebben speciale voorzieningen getroffen voor personen die de kosten niet kunnen betalen. Dus dat is wel een praktisch probleem die de landen hebben. We zijn at midpoint, dat wil zeggen precies in het midden van de afgesproken uitvoering van de SDG's. Over 7 jaar, 2030, hadden we eigenlijk de meeste SDG's moeten uitvoeren. Het gaat gewoon door, dat heeft de president ook gezegd, maar het is vertraagd geworden door al deze crisissituaties. Daar moeten we gewoon rekening mee houden, dat is de praktische kant van bestuur. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de mensen die nu in Suriname wonen, goed geaccommodeerd worden. In de marge van de 78ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft president Santokki als eerste Surinaamse staatshoofd een handelsevenement van de America's Society and Council of the Americas bijgewoond in New York. Dit evenement is exclusief voor leden en ook openbare forums waar bedrijfsleiders en vooraanstaande beleidsmakers bijeenkomen om de politieke, economische en investeringsvooruitzichten van hun land te bespreken. De handelsbijeenkomst vond plaats op 21 september 2023. President Santokki heeft na een tête-à-tête met CEO Susan Siegel van America's Society and Council of the Americas een presentatie gehouden tijdens de handelsbijeenkomst. Grote bedrijven en investeerders uit onder andere de financiële sector, energie en mijnbouw, technologie en transport werden bemoedigd om in Suriname te investeren. Het staatshoofd heeft in zijn presentatie aangehaald dat Suriname veel mogelijkheden te bieden heeft aan internationale investeerders en dat Suriname rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Er is volgens president Santokki genoeg potentie in de verschillende sectoren om duurzame ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen ter versterking van de Surinaamse economie. Hij verwelkomt investeringen in Suriname, in het bijzonder in de sectoren landbouw, mijnbouw, handel en toerisme, maar ook in de dienstensector. Gedurende de afgelopen jaren is mentale gezondheid een groeiende prioriteit geworden. De effecten van de COVID-19-pandemie hebben vooral duidelijk gemaakt dat iedereen wel eens zorg nodig heeft, niet alleen fysiek, maar ook mentaal.
Deze realisatie wordt steeds sterker gezien de uitdagende economische situatie waarin het land verkeert. Dit heeft als gevolg dat de levenskwaliteit van burgers steeds vaker onder het optimale begint te liggen, wat ook leidt tot verslechtering van de mentale gezondheid. In verband met Mental Health Month in oktober spraken wij Tatjana Ashroef, coördinator Mental Health bij het ministerie van Volksgezondheid. Ik sta hier met het hoofd van de school. Ik ben de directeur van AMEC Scholen. We hebben 6 scholen. Dit is de jongste school. En hier hebben we juffrouw Laddy. Zij is hoofd van deze school. En we doen aan verjonging. Hè. En mensen dynamisch maken, plezier geven in het werk. Dus ik denk dat zij dan kan vertellen waarom die renovatie hier, om hoeveel kinderen het gaat. Dat zij dan het kan doorgeven. Want dat stimuleert ook andere jonge mensen om hard te werken. Ik ben blij dat het zover is gekomen. Toiletgroepen zijn eigenlijk de belangrijkste dingen op een school. Wanneer een kind komt en een kind moet naar het toilet gaan. En als je naar zo'n toilet gaat, nee, dat kan niet. We zijn blij dat de staat, de regering het initiatief heeft genomen om de toilettengroepen te renoveren. We zijn heel blij daarmee. Per 2 oktober, het zal een heel ander gezicht zijn. De kinderen zullen zo verrast zijn. Want we wachten eigenlijk al een tijdje erop. Maar het is eindelijk zover. En we bedanken de regering hierbij voor de renovatie van de toiletgroepen. En het gaat om plusminus 445 leerlingen. En we verwachten in oktober zeker nog meer leerlingen. Ja. Hebt u enig idee, want de school begint straks, ik denk amper zo van anderhalve week. Hebt u enig idee wanneer de renovatiewerkzaamheden af zullen zijn? Denkt u voordat de school begint? Ik denk het wel. Ik denk het wel. We streven er naartoe. Ik denk dat de uitvoerder en de arbeiders daar beter zullen weten, maar ik denk het wel. En wat verwacht u nog meer van de staat? Los van de renovatiewerkzaamheden. Ja, dat andere scholen van de AMEC ook aan de beurt zullen komen voor renovatie. Toch? We zijn er met 6 scholen en je ziet dat het er goed uitziet. Allee, de toiletten zagen er niet zo goed uit. En dat de andere scholen ook gerenoveerd zullen worden, want er zijn andere behoeftes. Omrastering, misschien verf, de toiletten. Toch? Dus als een van de andere AMEC scholen ook aan de beurt zullen komen. Is dit de eerste keer dat de staat inkomt voor de renovatiewerkzaamheden? Ja, dat is de eerste keer. De bedoeling van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program 2 is om onze historische binnenstad weer nieuw leven in te blazen. Daarnaast gaat het ook om het behoud en veiligstellen van de monumentale panden. Districtscommissaris Ricardo Bolla legt uit over de aanpak van de historische panden en openbare plekken. Kijkt u mee. Onder mental health verstaan we een staat waarin een persoon verkeert. Als het gaat om hun gedachten, hun gevoelens en hoe dat hun gedrag beïnvloedt. Een voorbeeld is dat als ik negatieve gedachten ervaar en ik voel alsof ik iets niet kan, dat ik ook de neiging ga hebben om het eerder te vermijden. Gedachten en gevoelens worden op zich ook beïnvloed door mijn persoonlijkheid en mijn omgevingsfactoren, wat met zich meebrengt mijn ervaringen, de relaties die ik heb tot andere personen en ook andere factoren die ik in mijn dagelijks leven kan ervaren. Dat betekent dat als ik bijvoorbeeld iets wil vermijden omdat ik me vervelend voel, soms dat er iemand in mijn omgeving zegt van, hey, je kan het. Ik ondersteun je, ik geloof in je.
En dan, dan herinner ik me plotseling misschien ook van, hey, weet je, ik heb eigenlijk zoiets eerder gedaan. Toch? Ik kan het misschien wel aan. Toch? Dan ga ik misschien besluiten van, oké, ik ga het niet vermijden, ik ga die kans nemen. En dit hier functioneren die steun en die ervaring als beschermende factoren. Een voorbeeld van een risicofactor zou zijn dat als ik helemaal niemand aan mijn kant had en als ik alleen maar slechte herinneringen had aan, van tegenslagen voor hetzelfde onderdeel. Al deze factoren verschillen enorm tussen personen. En wat de ene ervaart als te doen, kan de andere ervaren als nee, ik kan dit niet. Sommigen hebben niet alle middelen tot hun beschikking. En anderen hebben niet alle steun. En anderen hebben ook, iedereen heeft ook andere ervaringen. En daarom moeten we ook niet vooroordelen en meer begrip tonen voor de ervaringen van anderen. Mentale gezondheid is dus deel van onze gehele welzijn. En het beïnvloedt dus onze emotionele welzijn, onze psychologisch welzijn, onze sociaal welzijn en ook onze fysieke welzijn. Het is namelijk zo dat je emoties en je gedachten deel zijn van je individu. Je kan ze niet scheiden van jouzelf. En we moeten dat van elkaar leren accepteren en ook begrijpen. Je kan jezelf ook heel moeilijk wegdenken van je sociale omgeving. En wat misschien ook veel mensen minder duidelijk is, is wat de connectie is tussen je fysieke gezondheid en je mentale gezondheid. Je hebt dus aan de ene kant dat als je fysieke gezondheid lijdt, dat je soms heel veel moeite kan ervaren. Het is niet altijd makkelijk om je optimistisch te voelen als je chronisch pijn lijdt, als je ziekte lijdt. En dat moeten we ook in mind houden. Anderzijds kan een vermindering van je mentale gezondheid ook ervoor zorgen dat je je niet lekker voelt in je vel, om goed voor jezelf te zorgen. Dan is het misschien dat je ongezonde keuzes gaat maken die jezelf en je lichaam schade toebrengen. Dus onze mentale gezondheid bepaalt dus hoe bestendig zijn we tegen stress en tegenslagen, hoe relateren we met de mensen in onze omgeving en hoe heeft het invloed op hoe we goede keuzes maken in het leven. Dus oktober is door het ministerie van Volksgezondheid uitgeroepen tot Mental Health Awareness Month. En dat is omdat 10 oktober ook World Mental Health Day is. Toch? En we wilden dus, de minister ziet de mental health als een hele grote prioriteit momenteel en wil er heel veel meer aandacht aan besteden. Ondersteuning tonen en ook op den duur de mental health situatie in Suriname ook verbeteren. Dat het aantal zelfdodingen is lijkt toegenomen te zijn. Ik zou zeggen dat er heel veel sociale factoren momenteel spelen. Het land verkeert in een moeilijke situatie. En voor vele mensen is het dan moeilijk om hulp te krijgen, steun te krijgen en ook uit te komen met de middelen die ze wel hebben. Een van de dingen waaraan het ministerie momenteel aan het werken is, is dat zij dus de suicide surveillance willen opstarten. En dat betekent dat we dus ook al deze factoren willen nagaan van waar ligt de issue en hoe kunnen we dat eventueel ook aanpakken in de preventie. Een ander ding is ook dat het ministerie bezig is met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om de verdelgingsmiddelen die nu worden gebruikt te verminderen, zodat mensen ook minder toegang hebben tot het makkelijk oppakken van een bepaald verdelgingsmiddel, omdat dat een van de grootste oorzaken is van suïcide in Suriname ook. Dus ze willen dat verminderen en ook technieken en alternatieven bieden die nog steeds wel de productiviteit in stand kunnen houden, zonder dat mensen er schade aan lijden, dat ze dan gaan grijpen naar zo'n oplossing. Dus het is een fair die zich voornamelijk richt op de adolescenten. Er gaat dan informatie worden gegeven over wat betekent hun mental health voor hen. Hoe kunnen ze vorm geven aan hun eigen veerkracht, dus oftewel resilience. En dat betekent dus van als zij tegenslagen ervaren, hoe kunnen zij daar zelf mee omgaan of hoe kunnen ze steun zoeken bij anderen. En gerelateerd daaraan hebben we dus ook in de planning dat we graag een artiest willen aantrekken die dus bezig gaat zijn met de kinderen op een creatieve manier.
En dan waarbij ze dus een kunstwerk kunnen creëren, waarbij ze dus aangeven wat betekent mental health voor hen. Deze beurs is gepland op 28 oktober 2023. En we hopen dat het gehouden zal worden in de parking lot van TBL. En het zal dan zijn van 11 uur tot en met 1 uur 's middags. De organisaties die betrokken zullen zijn, we beogen op verschillende organisaties die specifiek met mental health bezig zijn, maar ook met de sociale determinanten van mental health. Dat betekent, we willen graag de connectie tussen sport en mental health belichten, nutrition en mental health, de NCD's en mental health. En ook, weet je, waarom het belangrijk is dat we dus op al deze factoren letten. Vandaag, 22 september, is op de Clarke School in het district Wanica het startsein gegeven voor renovatiewerkzaamheden. Het betreft de renovatie van de toiletgroepen, gezien dit een van de belangrijkste voorwaarden is. Goede hygiëne op school is van groot belang voor de leerlingen. Het streven is om de sanitaire inrichting voor de aanvang van het nieuwe schooljaar op te leveren. Inderdaad is het zo dat de Palmentuin voor een hele lange tijd al niet toegankelijk is voor het publiek. Eigenlijk vorig jaar zijn ze begonnen, het jaar 2022. En de bedoeling was dat ze binnen een aantal maanden de Palmentuin helemaal goed gerenoveerd zouden opleveren. Maar gaandeweg het traject is gebleken dat er veel meer aan de hand is dan afhankelijk was gedacht. Bleek namelijk dat er een aantal zorgpunten zijn en de belangrijkste is natuurlijk de palmen, want daar gaat het eigenlijk om. We hebben daar ongeveer 300 stuks palmen en de palmen verkeren eigenlijk in een zeer slechte staat. Dat was de eerste constatering en toen is men wat nauwkeuriger gaan kijken en bleek dus eigenlijk dat de palmen ook verziekt zijn. Dus toen heeft men experts van buiten laten komen. En deze abolisten, dat zijn eigenlijk boomkenners, zij zijn dan gaan onderzoeken. En er is vastgesteld dus dat er heel wat palmen opgeruimd moeten worden. En opnieuw beplant moeten worden. Derhalve bracht dat met zich mee dat we de palmentuin niet eerder openbaar konden, weer toegankelijk konden maken voor het publiek. Dat is eigenlijk de reden. Want wat is de bedoeling? Als we de palmentuin nu van de grond af aan weer gaan opbouwen. Dan praten we over voetpaden, fietspaden. We praten over het onderhoud van de vijver, de visvijver. We praten over een beheerderswoning. We praten over de speeltuin, ja, waar de palmentuin ook bekend om is. Maar ook andere begroeiing in de palmentuin, dat ook een goede opknapbeurt behoeft. Maar ook natuurlijk als we kijken de hele omrastering, dat is ook helemaal kapot. En zo zijn er heel wat werkzaamheden die eigenlijk weer aangepakt moesten worden. En belangrijk is natuurlijk, we wilden de palmentuin ook helemaal opnieuw inrichten. Niet zoals we het kennen, maar we wilden ook heel graag heel veel kunst erin terugbrengen. Want u weet, de palmentuin is eigenlijk ongebouwd erfgoed. We hebben gebouwd erfgoed en ongebouwd. En ook de palmentuin staat op het lijst van de UNESCO. Dat staat voor United Nations Educational Scientific Organization. Nou, dat is een internationale organisatie die eigenlijk het gebouwd en niet gebouwd erfgoed van Suriname op de werelderfgoedlijst heeft geplaatst. En dat is heel bijzonder. En de organisatie die zich daar direct mee bezighoudt, dat is PURP. PURP staat voor Paramaribo Urban Rehabilitation Program. En PURP is eigenlijk een uitvoerende orgaan van het directoraat cultuur. En het directoraat cultuur valt weer onder het ministerie van
onderwijs, wetenschap en cultuur. Dus dat is eigenlijk de volgorde. En PURP doet heel goed werk. We hebben daar de voorzitter, dat is mevrouw Natasha Deul, met haar team. Ze doen heel goed werk om in ieder geval dat wat we hebben overgenomen, overgeërfd, dat aan Suriname toebehoort, aan ons allemaal, dat we dat weer in goede staat terug moeten brengen. Want u weet zelf, onderhoud is behoud en dat kost handenvol geld. Nee, we gaan geen zaadje natuurlijk planten, want dat duurt natuurlijk veel te lang. U weet zelf, een koningspalm, dat neemt heel veel tijd om weer aan te groeien. Deze bomen zijn al honderden jaren staan die daar. Dus ik denk dat we dan palmen zullen inplanten weer, aanplanten die toch al wat groter zijn. Maar natuurlijk gaan we niet alle palmen weghalen. Het zijn een deel dat verziekt, verrot is. En dat ook gevaarlijk is voor de bezoekers. Vandaar ook dat we de palmentuin hebben gesloten uit veiligheidsoverweging. Maar ook om de werkzaamheden vlot te laten verlopen. Ik heb begrepen dat waarschijnlijk september, eind september, wel een doorgang weer mogelijk is. Maar de uiteindelijke oplevering, dat kan ik u nog niet verklappen wanneer dat gaat zijn. Maar er wordt met man en macht gewerkt om in ieder geval dit stukje groen, dat heel dicht bij onze binnenstad is, om dat weer netjes, mooi en goed op te leveren. Dus het wordt een palmentuin met een hele chique uitstraling, met een hele mooie uitstraling, waarbij ook vooral alle culturen en cultuuruitingen te zien zullen zijn. Dat is de bedoeling. Kijk, we weten de palmentuin is een historische plek. We weten dat bepaalde bevolkingsgroepen daar een directe spirituele binding mee hebben. Maar ik heb een andere mening wat dat betreft. Ik vind dat de palmentuin ons allen toebehoort. Wij zijn allen, hebben ons hart verpand aan de palmentuin. Trouwens, wie is niet in de palmentuin geweest? Hè? Dus ik denk dat vandaar de nieuwe inzichten dat we zeggen, nee, laten we alle bevolkingsgroepen ook daar aan de wereld tonen. Want het is ook een toeristische plek. Dus de palmentuin krijgt een hele, hele andere look. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.